I love trees. They clean the air we need. Beautiful trees for all the world to breathe. I love the leaves when they whisper in the wind. Sound of the breeze, it's music to my ears. I feel their spirits, I feel their roots. It's all connected, it's all Mother Nature's rules. I love trees. Het is feest vandaag, het is welkom, welkom. Welkom in het Westerpark Wonderwoud. Wonderwoud, Wonderwoud, sprookjes, Wonderwoud. Lampionbomen. Oh, ja. Weet je hoe je dat kan doen? Dat is een kleintje. En dan doe je gewoon met zeepsop. En met zeepsop. Ja. Da. Nee, ik weet hoe je ze doet. Deze, zeg maar, bomentocht, de bomenwandeling in een donker winterspark, Westerpark. Dat is volgens mij vorig jaar voor het eerst gedaan, ook met een paddenstoelenspeurtocht, net als nu hebben we die ook weer. En in december, 27 december, doen we nog een keer deze editie met kleine veranderingen. Blijft altijd leuk om hem nog een keer mee te beleven. Iedereen die meedoet, doet dat eigenlijk al een beetje voor de je weet wel. Gewoon omdat wij het belangrijk en mooi vinden om dit te doen. En ook met elkaar, heel veel creatieven. Maar ook mensen die op allerlei manieren bijdrage leveren. Al is het om in de stromende regen in bomen te klimmen en meehelpen dingen ophangen en zo. Iedereen is belangrijk die eraan meedoet. Er zijn geen grote, hoe noem je dat, diva's of divo's binnen het geheel. Ja, in mijn optiek wel Tanja Hen. De Stichting Buurtlicht is van haar en zij doet echt al jaren prachtige dingen met projecties. Ze doet heel veel projecties, ook bijvoorbeeld op de Watertoren, gekoppeld aan een thema, zoals Dierendag zijn het dieren van mensen uit de buurt, Ouderendag, Internationale Vrouwendag heeft ze, ik geloof, 100 portretten van vrouwen uit West geprojecteerd, ook heel veel. Ik was er ook bij, ik ben natuurlijk wereldberoemd in West. De nacht, dat is mijn beste tijd. Dan is het vredig en dan is het stil en kan ik waken en genieten van de sterrennacht. Ik stond hier vorig jaar, toen hadden we een projectie van een masker, een van mijn maskers op de boomkruin. En toen viel het mij op dat er deze boom eigenlijk voor deze doorgang stond. Eigenlijk half op een pad. En het kwam, want ik ging even nadenken, ze hebben het oude en het nieuwe park getracht aan elkaar te verbinden door een poortje hier te hakken. En weer heel symmetrisch, dit stukje en dat stukje. Dus ik dacht van, hé, dat is interessant dat die boom half op een pad staat. En in mijn verbeelding kwam er dus een bomenknuffelaartje aan die boom omhelsde. En aan de hand daarvan heb ik het verhaaltje in elkaar gestoken wat direct te horen is. Onder mijn barst, in te sappen mineralen, door mijn aderen stromen naar wondere kruiden. En die liet ik los als de geest van het bos. En ik schudde de mare tak van een tak in haar zak, zodat ze er later thee van kon maken. En ze had het in de gaten. Bomen doen waanzinnig mooie dingen voor ons als mens. Zonder bomen hebben wij eigenlijk gewoon geen zuurstof. Ja, die verbinding voelen, de verbinding met de natuur, verbinding met de bomen, de lichtjes, zo'n mooie plek als dit cultuurpark geworden is, waar dus natuur en cultuur elkaar ontmoeten. En nou ja, ik wil niet te veel de politiek ingaan, maar we hebben elkaar zo hard nodig. En laten we alsjeblieft die verbinding met elkaar blijven voelen. Er staan zoveel verschillende bomen. En sommige bomen of planten die kunnen niet goed met elkaar. Anderen die hebben elkaar juist nodig. Maar alles bij elkaar is het één geheel. De vogeltjes die hun nestjes bouwen. En ik kan ze dan beschermen met mijn bladeren. Straks in de lente. Als ik weer wakker ben. The beautiful trees, the birds and the bees. They give us our love and affection. I feel their spirits deep in their roots. It's all connected.
Some Mother Nature's rules. I love trees. Magisch wonderwoud. Je moet het echt dicht op. De dichtbij zijn, het meebeleven, de regen een beetje voelen, de modder, de kinderstemmetjes, de paddenstoelen, letters zoeken. En kinderen vinden het allemaal spannend natuurlijk in het donker. En je laten verrassen door wat je tegenkomt. Er komt ook Westerpark Wonderwoud ervaren, misschien eind december, 27 december, in de herkansing. En als jullie allemaal je stem ook uitbrengen bij Wespengroot, dan in het nieuwe jaar. En wie weet, doe je dan zelf mee?